Als je nu kijkt naar wat je meningen zijn, hè? Over elkaar of over het werk. Kun je voelen dat die aan het ikje gekoppeld zijn? Dat de ik daaruit bestaat, uit al die meningen en gevoelens, dat je ik uitmaakt. Al de ideeën die we over anderen hebben, zoals dit een voorbeeld is, hè? Wat we vinden leuk, al dan niet leuk over ons werk of whatever. Over wat er die dag gebeurt, hè? Samen maakt dat al die dingen ons ikje uit, hè? In het realisatieproces hebben we dan door dat al die meningen en al die opinies ons vernauwen en blijven we in die vredevolle sfeer van dat grote zelf, die we zo goed kunnen voelen als we alleen zijn, hè? Of met de eigen mensen zijn die die sfeer niet verstoren. Ook dan komen er natuurlijk ook ik-meningen en ik-gevoelens of emoties of irritaties komen omhoog, hè? En wat we geneigd zijn te doen, is die van ik tot ik te communiceren. Dus dan gaan we meteen, als er iets is wat minder leuk is, gaan we de vernauwing van het ikje in. En waar het om gaat, is dat we vanuit die verruimde vredestaat, waar al onze lichtlichamen en heel onze ware essentie eigenlijk gewoon in het dagelijkse aanwezig is, dat we vanuit die basisrust en die lichtheid, die ruimte, dat we daar naartoe terugkeren en die daar onze identificatie houden. En dan het probleem bekijken zelf of bij elkaar op tafel leggen, maar steeds vanuit die ruimte. En dan krijg je die twee tezamen. Dus als je bijvoorbeeld en naar jullie moeder zou zeggen van, nou, ik heb liever niet dat je komt, maar je zegt het vanuit de verkramptheid van het zelf die zich al huis moet verdedigen, krijg je pijn en tegenreacties, krijg je dualiteit dus eigenlijk, hè? Zeg je het vanuit, hè, wat jij ook hebt geleerd te doen, vanuit de ruimte die je bent, dan kun je nog steeds onbegrip krijgen, maar dan wordt het sneller aanvaard, is het sneller afgelopen. Dan is het gewoon zo, omdat het zo een rustige zelfverzekerheid in jezelf is, hoe je het wenst en hoe het is, dat het twijfelloos is. En dan merk je dat de reacties bij de ander ook veel sneller klaar zijn, want ze kunnen daar niks mee. Ze grijpen door je heen. Er is geen tegenwerking. Dus de ander kan het alleen aanvaarden of boos weglopen. En in beide gevallen is ze daarmee klaar. In onszelf kunnen we in de vernauwing gaan door de hele tijd erover te gaan denken, wat moet ik nou, of met elkaar bespreken. En dan vallen we weer in die ik-identificatie. Dus het zijn eigenlijk meestersgeschenken en momenten om dat door te hebben. Van oké, hier heb je weer zo'n moment waarin we er steeds over napraten, bijvoorbeeld. Of waar ik er last van heb. Hup, weer in die ruimte en tegen elkaar zeggen: geen verhaal van bakken. We gaan het gewoon zo doen en daarmee klaar en we zien het wel. En weer loslaten en weer die ruimte worden. Dat is makkelijker gezegd, hè, vaak dan gedaan. Maar zo verschuift ons brandpunt naar die identificatie met het grote zelf. Als je nu kijkt naar dat we toch willen blijven hechten aan die meningen en in het strijden en opkomen voor onszelf, daar zit een zwaardere verkleving. Dus als ik heel erg over iets geïrriteerd ben of zo, hè, een emotie, is er een spanningsveld is er en het lost mij niet op, dan wordt die verkleving eigenlijk groter. Maar ik wil ook niet van die opinie af. Want ik heb gelijk tegen mijn systeem dan.
toch blijven dat nog steeds cadeaumomenten om te zien hoe we er dan invallen. In heel veel situaties gebeurt dat niet, maar steeds zijn er nieuwe situaties waarin diezelfde uitdaging weer is. En zo trekken we eigenlijk steeds meer, wanneer we dat doorhebben vanuit bewustzijn, hoe we kleven aan onze inzichten en meningen en gelijken hebben. Als we dat eruit trekken, dan laat steeds meer identificatie los. Maar wat we eindelijk met heel veel moeite hebben verworven, bijvoorbeeld om te gaan staan en te gaan opkomen voor onszelf, hè, ken je ook wel, hè. Daar willen we die ik-identificatie, die mening, ik moet mezelf wel beschermen, ik moet wel op mezelf passen, willen we niet zomaar loslaten. Omdat in ons onbewustzijn we dan weer angst hebben te vallen in ons oude gedrag van weggeefstand, van sociale pleasen en noem maar op. Dat mensen over je heen kunnen lopen of misbruik van je kunnen maken.